Hoi, ik ben Andrea. Ik werk bij Folia en momenteel schrijf ik mijn scriptie. De komende weken neem ik jullie mee in het leed dat scriptieschrijven heet. De afgelopen weken konden jullie zien hoe het mij verging met mijn scriptie. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het gaat met de scriptie van de student op Roeters Eiland. En wie weet kan ik ook nog ergens tips verzamelen. Hoe gaat het met je scriptie? Ik lig wel op planning. Ja, gaat wel goed. I have struggled with, phrasing my argument properly. So far I'm perhaps a bit too idealistically or naively optimistic. I have a deadline on the June 28th, so let's see if I can make that happen until then. Moeilijkst vind ik alle voorgaande onderzoeken lezen. I have a total of 10 days to write it. And how do you stay focused all day? I don't. Genoeg pauzes nemen. I used to go to the gym in the middle of the day. Just to, relax. En heb je nog tips voor mensen die ook een scriptie aan het schrijven zijn? Denk aan je diploma. Vooral een onderwerp kiezen dat je heel leuk vindt. Don't panic. It's going to be okay. Don't do an internship while you're writing your thesis, as I am doing. Then you'll have much more time. Do a lot of sports. Have something to let out the stress. Iemand vinden die ook bezig is met zijn scriptie. Want dan kan je elkaar motiveren en problemen voorleggen. En lekker in de zon gaan zitten.